Hi Simmers, Kim Pils hier en welkom bij de nieuwe video waarbij we elke keer bezig zijn met het maken van een huis. Elke kamer net een tikkeltje groter en zoals je hier kunt zien hebben we dus al vier kamers klaar. De één tegelkamer is een kast geworden, even naar beneden. De twee tegelkamer is een douche geworden. De drie tegelkamer ook een kast, maar dit keer een voorraadkast. En de vier tegelkamer is de wc beneden. En nu is het dus tijd om te gaan werken aan de vijf tegelkamer. Ik heb er allerlei ideetjes gezien op de vorige video, de reacties zeg maar. Wel een dingetje dat er toch weer ideetjes bij zaten wat best wel klein is, wat niet past. Kijk, dit is een vijftegelkamer, dat wordt heel erg krap. Bijvoorbeeld het idee van een babykamer is heel tof, maar hier kan je dan eigenlijk alleen een wiegje in kwijt en dan misschien een plankje of zo en dan is de ruimte wel een beetje op. En ik weet, een baby zit vast aan de wieg en daar kan je vrij weinig mee, maar ik zou het wel leuk vinden om dan, als ik voor een babykamer ga, om een commode te doen en een schommelstoel en een knuffeltje hier en een dingetje daar. Maar ik zou gewoon ook een ideetje wat ik wel heel tof vind. En dat was het maken van een washok. Ga ik die pakken? Ik ga deze wel eerst even. Nee, we gaan een hele stoere washok maken. Dat kan ook. Hoppatee. En laten we eerst even een lampje ophangen. Want anders zien we natuurlijk niks. Verlichting. Plafond. En de schotellamp. Zo, die weg. Ja, ik zit dus te denken om een washok te maken. Dit is zo klein. Vijf tegels. We kunnen natuurlijk de wasmachine en droger stapelen. Dat is wel heel fijn. Dus dan denk ik dat ik die in dat hoekje steek. En dat ik de deur gewoon hier doe. En dan doen we hier zo'n mooi aanrecht blok met spulletjes erbij en plankjes. Dat je Sim ruimte heeft om binnen te komen. Dat je Sim ruimte heeft om voor de wasmachine en de droger te staan. Dat vind ik een goeie. Wat heb ik hier op de grond gedaan? Witte tegels. Helemaal prima. We willen eenheid in het huis natuurlijk. Dus daar gaan we gewoon voor. Ja, dan wil ik ook even de deur jatten. Eenheid. Hoppatee. Oh, dat is wel heel dit is... Zo kom je het washok natuurlijk niet in. Nou zit ik met één dingetje. Dit is een kast. Dat komt gewoon bij de tienerkamer. Dit is een douche. Daar zit wel een raam in. Aan deze kant. Ik weet alleen niet of ik dit het raam naar buiten ga laten zijn. Of dat hier... kamer zit, zeg maar. Dit is een kast en dit is een wc. Dit zijn allemaal ruimtes waarbij ik niet rekening heb hoeven te houden met ramen. Nou wil ik persoonlijk in deze kamer wel een raam gaan stoppen. Ik denk dat ik eerst even het aanrecht ga neerzetten. Dan kan ik zien hoe hoog het aanrecht komt. Dan wil ik daar een mooi twee tegel breed raam hebben. En dan kunnen we daarboven dus of nog kiezen voor bovenkastjes. Of we kunnen kiezen voor plankjes. Of we kunnen kiezen voor die kastjes die met in interieurdesigner kwamen. En dan gaan we hier in de hoek de wasmachine en de droger opstapelen. Wat voor aanrecht gaan we doen? Even weer kijken naar het huis hoor. Ja, hier met hout en wit. Een beetje hoekig. En hier zie je dit soort kastjes en zo. We kunnen wel die blokken gebruiken die ook met interieur designer kwamen. Dat vind ik eigenlijk niet een heel slecht idee. Dat zijn deze. En deze. Nou vind ik dit niet echt handig. Ja, ik wou zeggen, het is niet heel erg handig als je een washok hebt. Ja, dit is een la, maar je hebt ook een kastje, dus daar kan je meer in kwijt. Maar op zich zou je hier ook wel dingen in kwijt kunnen. Maar ik ga toch voor die. Gaan we dan voor diezelfde donkere kleur die we daar hadden. Dat was, oh, wat hier lichtbruin en wat hier donkerbruin. Of is het allemaal met donkerbruin? Ja, het is allemaal wit met donkerbruin. Bij de wc is dan weer lichtbruin. Ik kan natuurlijk ook iets anders doen. Hè? Het hoeft niet altijd allemaal matchy-matchy te zijn. Oeh, rood. Ik zou deze nooit zo snel gebruiken. Maar als we een beetje kijken naar dit huis tot nu toe, is het best een kleurrijk huis. Je ziet allerlei kleurtjes hier in de kast staan. Nou, ze hebben niet hele standaard badkamertegels of zo. Nee, lekker mooi blauw en geel. Hier ook, een wc heeft ook weer geel met blauw. We gaan een keer met je kleurtje werken. Het is dan alleen niet geel of blauw. Komt hij met geel of blauw? Hij komt wel met blauw, maar dit is dan weer een andere soort blauw. Hij komt ook met geel. Laten we even de wassen-droog combinatie erbij pakken. Hier hebben we de wasmachine en de droger. Deze komen natuurlijk ook in kleurtjes. We hebben hier bijvoorbeeld ook geel. En ja, dit is heel anders rood, dus dit gaat niet matchen. Match die geel met die geel. Is ook weer feller geel. Dus dat is een beetje een dingetje waarvan ik denk, waarom nou? Dit zou wel kunnen matchen. Ik vind het altijd leuk om twee verschillende kleurtjes te doen. Ja, het is wel leuk om dat geel en blauw er ook weer in hier te betrekken. En match deze? Nee, dit is wel weer heel heftig. Laat het gewoon doen. Dit geel. Hoppatee. Gele droger, een blauwe wasmachine. Mooi daar in het hoekje. Dit is het dingetje. Nou moet ik gaan kijken voor een raam. En ik heb dus normaal
Ik ben heel erg van het syndroom van symmetrie. Dat alles moet netjes zijn. En de ramen en de deuren moeten allemaal goed geplaatst zijn. Omdat ik dus nu dit huis maak, 1 kamer per keer. Weet ik dus nog niet waar deze kamer terecht gaat komen. Dat wordt een dingetje met dat raam. Die zou kunnen. Oh, nou bepaal ik ook meteen de hele sfeer van het huis, hè. Ga ik voor een houten raam? Ik vind het wel leuk dat je hem kan openschuiven. En gaan we dan voor zwart of voor wit. Of ja... Jeetje, 2 tegel breed. We kunnen ook voor dit soort raampjes gaan. We hebben deze. Die vind ik wel heel klein en duister. Dan heb je echt het idee dat je in een inimini washok staat. We hebben ook deze. Die is ook wel heel mooi ruim. Maar dan vind ik die ander leuker. Omdat die het effect heeft van dat het raam opengeschoven kan worden. En dat heeft deze volgens mij niet. Gaan we voor een landelijk leven raam. Ik vind het huis niet heel erg landelijk leven ingericht. Nee, we hebben hier natuurlijk een heel strak raam. Schattig. Maar niet voor dit huis. Een oldschool raam. Nee, die komt te hoog. Ik wil iets wat lager is. Dit is ook een heel bijzonder raam. Heb je wel een vensterbank erbij in het huis. Maar hij is ook te groot. Deze is dan weer te klein. Ik zou er dan wel 2 boven elkaar kunnen doen. Hij zit precies bij dat randje van het aanrecht. Ja, het zou kunnen. Het is wel heel neutraal. Het is wel heel strak modern en dat is dat ding ook. En misschien is het wel verstandig als ik toch wel modern als invalshoek neem. Weet je, als je een Victoriaans huis gaat nemen of als je, weet ik veel, een landelijk huis gaat nemen, dan heb je toch wel een beetje bepaalde vormen die je wilt gaan halen met de buitenkant van het huis. En bij modern kan van alles, met allemaal uitstekende blokken en zo. Dus ik denk, om het mezelf wat makkelijker te maken, omdat ik maar 1 keer 1 kamer per keer maak, gaan we voor een modern huis. Ja, en dan kunnen dus bijvoorbeeld blokken uitsteken en dan kunnen we dan met terrein en zo wel vast iets moois van maken. Dus we gaan gewoon dit raam doen, want ik weet niet of er verder nog iets is. Ja, we hebben ook nog die. Die zijn te hoog. Ja, ik vind het wel een goeie. Modern. Het wordt modern. En hij komt precies boven het aardigblad uit. En die dan iets daarboven. En dan doen we daar mooi van die kastjes. Alleen wil ik denk ik toch wel eentje met een blokje hebben. Ja. Top. En dan kunnen we hier wat wasmiddel en zo in zetten. Leuk. Dit is leuk. Laten we eerst even beginnen met muurdecoraties. Want we hebben natuurlijk hier nog een dingetje. En daar heb ik al meteen een idee voor. Nee, niet. Want... ja, ik zat te denken aan stoffer en blik. Dit is een hele kleine kamer. En dan, ja, deze. Ik zat dus aan deze te denken. Het kan op zich wel. Het past wel, net. En ik weet van deze. Hij komt in het geel. Met een soort van blauwachtige turquoise plankje. Weet je, we doen het gewoon. Ook al is het een beetje een gekke kamer om in op te hangen. Het enige wat je hier eventueel zou moeten schoonmaken is misschien een beetje de vloer en de pluizenfilter. Maar aan de andere kant kan het ook een mooie plek zijn waarbij je het hebt opgeborgen, weet je. Het is, wil niet zeggen dat als ik dit hier ophang, dat het alleen in deze kamer gebruikt mag worden. We hebben natuurlijk hier ook nog ruimtes. Dus hier ja, muren waar we iets aan kunnen ophangen. Ik weet niet of ik hier nog iets zie. Wat zou je in een washok eventueel nog ophangen? Ik weet het al. Ik weet het al. Ik stel mijn vraag en ik weet meteen het antwoord al. En dat zit ook in dat pakket. De Simshear wasgoedaccessoires. Kijk, we hebben hier dus een hele strijker, droger en ding set. Maar we gaan wel voor alleen die. En dan kunnen we die er nog bij hangen. We gaan wel voor de blauwe. Want die gele met het roze is iets te tuttig. Paars vind ik heel mooi. Maar paars met geel en blauw. We doen het gewoon. We gaan voor paars. Ik vind dit plankje namelijk er toch wat mooier en rustiger bij dan die hele donkerbruine. Omdat de rest van de ruimte is best wel licht. En dan doen we dit wasbord ding er hier nog bij. Ik zit er ook een beetje over na te denken om die muur gewoon leeg te laten. Want je bent hier toch bezig als er iets hangt en je komt er met je arm tegenaan. Dat lijkt me niet handig. En ik ben altijd al van al die muren volproppen. Terwijl als ik nu naar mijn eigen huis kijk, in mijn woonkamer hangt er eigenlijk niks aan de muur. Dat moet nog komen. Ik heb ook niet al mijn muren in mijn huis volgehangen met weet ik veel wat allemaal. Dus dat hoeft hier ook niet. We gaan gewoon hier naar de spulletjes toe. Dus we hebben rommel. Kijk, tissues pakken er weer bij. Oude vertrouwde tissues, die mogen daar mooi boven. De sunblock. Zetten er ook wel even zo 2 van neer. Oh ja, dit soort mandjes. Perfect. Die mag daarin. Wasmiddel. Die moeten we hebben. Dan hebben we de rode en een blauwe apart. En dan is die groene nu in gebruik. Wattenstokjes en watten.
ik zet het er gewoon bij. Het is misschien niet iets wat je hier heel snel zou verwachten. Maar het lijkt me wel heel praktisch om de pluizenfilter mee schoon te maken. Of je hebt met wasmachines heb je altijd zo'n rubberen rand waar altijd haartjes en weet ik veel restjes blijven hangen. Dan kan je mooi met zo'n watje kan je er langs. Of met een tissuedoos, maar met de tissues uit de tissuedoos. Maar er zijn genoeg opties om het mee schoon te maken, zogenaamd. Hè? Dit vind ik dan wel leuk aan deze challenges, dat je nu super gedetailleerd een kamer kan inrichten. Als ik normaal een heel huis bouw in één of meerdere bouwsessies, dan ben ik niet met elke kamer zo gedetailleerd bezig als wat ik nu wel aan het doen ben. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe straks het hele huis eruit ziet als het klaar is. Kijk, de cliché dingen voor in het washok. Wat al gewassen en mooi opgevouwen klaar ligt om mee te nemen. Nou, we pakken gewoon theeblikken weer. Die gebruik ik wel eens vaker. Maar dit zou ook wel een of andere extra strooisel kunnen zijn wat je in je wasmachine gooit of zo. Ik wil denk ik, want de ruimte raakt een beetje op. Hierboven staat het al vol. Hier staat al wat, daar staat al wat. Ik heb vrij weinig ruimte op de grond. Eigenlijk niks. Want je sim komt hier naar binnen. En je sim heeft deze ruimte nodig om de wasmachine te pakken en zo. Dus ik wil eigenlijk nog maar één dingetje toevoegen. Ik heb geen idee waar die bij zit. Zit die bij diverse? Dat is de wasmand. Daar, de wasmand. Die je niet echt kan gebruiken. Kan die nog daarop? Nee, dat kan die ook niet op. Dan zetten we hem gewoon op de wasmachine. Zo. Ja, top. Simpel kamertje. We hebben de wasmachine, we hebben de droger, we hebben dat wat was daarboven in een wasmand. Mooi stoffer en blikkie. We hebben 3 wasmiddelen, iets wat al schoon is. Een mandje met, weet ik veel, kussentjes of linnen, goed of zo erbij. Een potje, ja, het is een theemix, maar ik vind het altijd van die handige potjes die je zoveel dingen kan doen. Je kan het zien als een of andere supplementen voor eten. Je kan het zien als extra schoonmaakpoeder voor in je wasmachine of zo. Of extra geurtjes om erbij te gooien. Je kan het daadwerkelijk gebruiken voor thee. Ik gebruik die blikken best wel vaak. Nou, dan hebben we natuurlijk tissues en we hebben wat zonnebrandcreme en we hebben wat van die. Waspotje erbij, strijkplankje erbij. Ik vind het een prima kamer. En dan houden we dit stukje vrij, want dit is zogenaamd net opgevouwen, maar nog niet opgeruimd. Maar dan heb je best wel wat ruimte, zogenaamd, om je was op te vouwen met een mooi uitzicht. Ja, nu nog niet natuurlijk, maar als het huis klaar is. Ik weet nog niet waar deze kamer terecht gaat komen. Dan moeten we alleen nog even een lampje pakken. Wat hebben we hier allemaal gebruikt? Dit is gewoon zo'n peertje. Dat is altijd top. Dat is een lampje aan de zijkant. Ook een peertje. En die. Oké, dus ik plan ook voor zo'n peertje gaan. Maar ja, dit zijn echt kasten, hè? Dus dan is het logisch dat het een peertje is. En een washok is ja, een soort van een kast, maar daar doe je wel wat meer in. Verlichting. Zie ik iets anders waarvan ik denk, dat is ook wel een optie. Deze is misschien ook wel leuk. Van weer interieurdesigner. Maak ik hem wel eentje kleiner. Draaien. Zo, kijk. Let there be light. Geven we die ook een leuk kleurtje. Want die komt ook met blauw. Kijk, deze komt er weer een beetje blauw terug. Want het is op dit moment meer geel. Komt er weer een beetje blauw terug in het huis. Prima. Nou jongens, dit is het washok. De kamer met 5 tegels is nu klaar. En ook voor het eerst een kamer met een raam waarvan we gegarandeerd weten dat die naar buiten gaat wijzen. Dat weten we met de badkamer natuurlijk nog niet. Hierna is het de beurt aan een kamer voor 6 tegels. En ik zal even laten zien hoe groot dat is. Dus kom ook echt met ideetjes wat leuk is om in een 6 tegelkamer te plaatsen. En denk dan niet alleen aan bijvoorbeeld ja, bij een wieg. Een baby ligt er alleen maar in een wieg. Maar ik wil echt een kamer ook mooi aankleden met details en zo. En ook met een werkkamer. Als ik bijvoorbeeld een werkkamer zou maken of een studeerkamer of een leeskamer. Dan heb ik een mooie boekenkast erbij en een stoel en een bureau en misschien plant in de hoek, weet je. Dus het moet echt kunnen in een kamer meer dan alleen een stoel om te kunnen lezen. Meer dan alleen een wieg voor de baby. Denk daarover na. 6 tegels, zo groot is het. Het is echt niet veel ruimte. Laat in de reacties weten wat jouw idee is voor een 6 tegelkamer. Abonneer op dit kanaal voor meer bouwvideo's, andere video's en Twitch streams. En dan zie ik jullie binnenkort weer. Doeg!